Dit helpt natuurlijk niet in het vertrouwen tussen de boer en de overheid. Hun eigen verhaal is totaal ontkracht door hun eigen berekening. En dat is leuk. Nieuws. Nou, de boeren worden flink aangepakt, maar uit een nieuwe berekening van het ministerie van Financiën blijkt dat het allemaal wel meevalt. En dat een hoop boeren wellicht toch kunnen blijven bestaan. Ja, nou, nu blijkt dus dat het ministerie van Financiën berekening heeft gemaakt dat als Nederland aan alle klimaatdoelen gaat voldoen, hè, dus meer elektrisch rijden, kolencentrales sluiten, nou, heleboel maatregelen, dat dan blijkt dat de boeren eigenlijk helemaal niet zoveel stikstof hoeven te reduceren. Nou, wat leuk is aan dit vraagstuk, is dat je het eigen verhaal van deze regering, dat niet klopt, volledig kunt ontkrachten op basis van hun eigen berekeningen die door het ministerie van Financiën zijn gemaakt. En dat is natuurlijk, ze hebben zichzelf volledig in de voet geschoten. Ze zijn totaal ongeloofwaardig. Maar dan is er dus paniek om niks. Nou ja, paniek om niks. Ja, wij willen wel weten hoe dat dan precies zit, ja. Ja. Want we zijn natuurlijk nu al, ik weet niet hoe lang, bezig met het stikstofbeleid. De boeren zijn in rep en roer, het hele land is in rep en roer. Een heleboel boeren zullen stoppen, al dan niet gedwongen. Ja, hele rigoureuze maatregelen. En nou blijkt dus dat het misschien, als we de klimaatdoelen halen, dat het misschien allemaal helemaal niet nodig is. Is het ook zo dat er bijna geen ingenieur in het hele kabinet zit? Dus niemand weet überhaupt wat stikstof is. He, ze praten maar wat. Maar nu hun eigen verhaal is totaal ontkracht door hun eigen berekening. En dat is leuk. Ja, waar leidt het naartoe? Want er komt een spoeddebat, er zullen vragen gesteld gaan worden. Ja, wat kan het opleveren? Nou, kijk, wat het oplevert is wat we altijd al voor ogen hadden. Dat is dat er gewoon geen boer weg hoeft. Geen boer gedwongen uitkopen, geen boer van zijn land afjagen. Dat moet ook gewoon niet gebeuren. En dat zal ook niet gebeuren, want de boeren laten dat gewoon niet toe. Maar nu staan ze toch een beetje voor joker met hun eigen berekeningen. Kunnen de boeren dus nu al voorzichtig een beetje stoppen met demonstreren? Want er is licht aan het einde van de tunnel. Nou, dat lijkt me nog een beetje voorbarig. Ik denk dat de boeren nog wel blijven actie voeren de komende tijd. Maar ja, dit helpt natuurlijk niet in het vertrouwen tussen de boer en de overheid. Zelfs D66 zal nu moeten toegeven, oh ja, wat Tjeerd de Groot altijd heeft geroepen over het halveren van de veestapel. Ja. Helemaal niet nodig. Kijk maar, de berekeningen van het ministerie van Financiën, van mevrouw Kaag, tonen aan dat het allemaal niet hoeft. Hey, ben jij nog niet geabonneerd op ons prachtige YouTube-kanaal? Doe dat even. Door hier te klikken. En hier is ook nog van alles. Ik heb ze zelf allemaal gezien.